المحقق حقا للتوحيد لابد يخاف من الشرك. Degene die waarachtig is in het vervullen van het monotheïsme, die is zeker weten bang voor polytheïsme om daarin te vallen. لماذا؟ Waarom? لأن المحقق للتوحيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف من الشرك وهو إمام. Deze profeet vreesde zij met hem, die vreesde ook voor het vallen in polytheïsme. En hij was leider van de moslims. فإذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يخاف من الشرك أنت من باب أولى. Dus als إبراهيم عليه السلام vreesde voor het vallen in polytheïsme, dan geldt dat al bij voorbaat al voor ons. النبي صلى الله عليه وسلم خاف على صحابة رضي الله عليهم من الشرك. De profeet was vreesde voor zijn metgezellen dat zij zouden vallen in polytheïsme. لعلنا يعني ما لم يطرأ لنا يوم من الأيام على بالنا أن ندعو بما دعا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. Het kan zo zijn dat een persoon misschien ooit in zijn gedachten is opgekomen of niet om de dua toe te passen die Ibrahim alayhi salam had toegepast. Ibrahim alayhi salatu wassalam imam. Ibrahim alayhi salatu wassalam was een leider. Abu al-anbiya alayhi salatu wassalam. Vader van de profeten. Kassar al-asnam biyadih. Vernietigde de beelden, afgodsbeelden met zijn eigen handen. Athna Allah subhanahu wa ta'ala alayhi. Allah prijsde hem. En ondanks dit. يقول يا رب اجعل عباد الاصنام في جانب وانا في جانب اخر لا اريد اراهم. Ondanks dit vroeg hij Allah Azza wa Jal om zich te onderscheiden van deze die de afgodsbeelden aanbaden en dat hij aan één kant staat en zij aan een hele andere kant dus in de aanbidding. لا بد ان نفرق بين التعامل مع غير المسلمين مع الكفار وبين الدعوه. En een heel belangrijk punt is dat we onderscheid maken in de omgang met niet-moslims. En als het gaat om het uitnodigen naar Allah Azza wa Jal. نكون وسط. لا إفراط ولا تفريط. We dienen de middenweg daarin te bewandelen. En in geen van de beide twee extremen te vallen. Dus niet naar rechts en ook niet naar links. كيف نخاف من الشرك؟ Hoe kunnen wij polytheïsme vrezen? بالدعاء. Middels smeekbeden. بتعلم التوحيد. Het bestuderen van het monotheïsme. بتعلم الشرك حتى لا نقع فيه. En het bestuderen van het polytheïsme, zodat we daar niet in vallen. بالبعد عن المشركين. En ons te distancieren van de polytheïsme. هل نفرق بين اليهودي والنصراني أو لا؟ Maken wij een onderscheid tussen een Jood en een Christen? هناك فرق. أو لا يوجد فرق. Is er een onderscheid tussen een Jood en een Christen? والله كل واحد منا يفرق بين اليهودي والنصراني. Iedereen van ons is in staat en die kan een onderscheid maken tussen een Jood en een Christen. اليهودي غير النصراني في الاعتقاد. Een Jood is heel anders in zijn overtuiging dan een Christen. في اللباس. En in zijn kleding. في العبادة. In zijn aanbiddingen. في العمل. In zijn handelingen. في الأخلاق. في السلوك. In zijn gedragingen en fatsoensnormen. لابد يكون المسلم غير اليهودي وغير النصراني. En een moslim dient zich dan ook te onderscheiden van de Jood en de Christen. لا يعني هذا. Dit نتعرض لهم بالقتل بالسب بالشتم. Dat wij ons schuldig maken aan het onrechtmatig nemen van een ziel of dat wij hen uitschelden of dergelijke. والله أعلم.